Dus het is inderdaad een hoge delegatie van het Indiase parlement, het heet Lok Sabha. En de voorzitter van het Indiase parlement is hier met een delegatie van drie andere parlementsleden en nog een technische delegatie. Ze zijn eigenlijk hier op een oriëntatiebezoek als onderdeel van hun 75-jarige onafhankelijkheidsviering. Ze hebben verschillende landen bezocht. Ze zijn naar Canada geweest, naar de Verenigde Staten. En ze hebben gekozen om in het Caribisch gebied Suriname te bezoeken. Ook in het kader van het feit dat we niet alleen een lange historische relatie hebben met India, maar ook omdat er de culturele achtergrond is van Indiase migranten, contractarbeiders en de nazaten daarvan, de Surinaamse Hindustanen. Dus in dat opzicht is het ook een culturele uitwisseling, maar ook een gelegenheid om politieke, parlementaire zaken te bespreken. Er is een uitgebreid programma uitgezet. Ze blijven vrij lang hier, 5 tot 6 dagen. En ze zullen naast deze courtesy call die vandaag is geweest met president Santokhi, zullen ze zo meteen vertrekken naar Nikeri en daar een heel programma afronden. Ze komen morgen terug en dan hebben ze een gesprek met de leiding van de Nationale Assemblée. Er zullen op woensdag wat overeenkomsten worden ondertekend. Er zijn andere sociale activiteiten gepland vanwege de Indiase ambassade en ook namens de regering. En ze zullen ook een bezoek brengen aan Staatsolie later in de week. En ook een bezoek aan Marienburg en Kommerwijnen om een beetje meer te zien van het land ook. Maar ook een beetje te begrijpen hoe onze historie eruit ziet wat betreft contractarbeiders. En tussendoor wordt zeker gesproken, en daar hebben we daarnet veel over gesproken. En we zullen dat ook doen wanneer de delegatie met een aantal ministers zal ontmoeten op dinsdag. Praten we ook over de samenwerking, de functionele samenwerking. De samenwerking tussen het bedrijfsleven. Het parlement kan vaak een spreekbuis zijn om die relaties te ontwikkelen. Dus voor ons ook vanuit een diplomatiek oogpunt ook een belangrijk moment. Beide landen kunnen voordelen van hebben. Wij kijken altijd ook naar het Surinaams belang. Er is al een goede en uitgebreide samenwerking tussen India en Suriname op een stuk van verschillende industrieën hoor. Bijvoorbeeld samenwerking op defensiegebied is er geweest. De helikopters en een aantal andere zaken. Er is ook samenwerking op een stuk van de agrarische sector, van infrastructuur, de pompgemalen. En er zijn wat letter of credits geweest waarbij met Indiase middelen verschillende projecten hier zijn gefinancierd. Een van de belangrijkste op dit moment is het voorzien van elektriciteit via solar in een aantal dorpen, bijna 25, 30 dorpen in het binnenland. Dat is ook een project dat wordt gefinancierd vanuit deze lines of credit. En dan is er input geweest in de agrarische sector. Dus op verschillende terreinen wordt er iets gewerkt. Belangrijk is dat we dat willen uitbreiden. Het Indiaas bedrijfsleven is uitgenodigd om ook te kijken naar de mogelijkheden olie en gas. Ze hebben daar ook wat ervaring mee. Maar ook op andere gebieden. De agrarische sector, de industriële sector. Ze hebben interesse getoond voor de houtsector ook. Dus wij zien mogelijkheden voor beide landen om daar goed van te profiteren. En Santokhi heeft wel aangegeven de gebieden waar die samenwerking mogelijk is. Daarnaast zijn er wat andere aspecten aan dit bezoek die te maken hebben met het feit dat volgend jaar, wanneer 150 jaar Hindustaanse immigratie wordt gevierd, dat een uitnodiging is uitgegaan naar de premier van India, premier Modi, om hier in Suriname aanwezig te zijn tijdens die periode. Ook dat soort
afspraken, afspraken die zijn gemaakt om daaraan te werken, om dat mogelijk te maken. Dus op verschillend niveau, cultureel ook, is er gesproken over culturele uitwisseling, samenwerking. Onze Hindoestaanse Surinamers komen vanuit een bepaald deel van India. We hebben de parlementsleden hier van die twee gebieden, van Uttar Pradesh en van Bihar hier. Dat zijn de gebieden waar de voorouders vandaan zijn gekomen. Dus dan is er ook een stukje culturele uitwisseling. Dus het is een bezoek met enorm veel kanten. En er zullen wat overeenkomsten worden ondertekend op het stuk van gezondheidszorg, op het stuk van bureau van standaarden en ook op het stuk van de politieke samenwerking aanstaande dinsdag tussen Suriname en India. Daarna zal het parlement ook een MOU ondertekenen met de voorzitter van het parlement van India over de parlementaire samenwerking. Dus het is heel breed, maar uiteraard, dit zijn vertegenwoordigers van het parlement, dat is niet de regering. Onze regering tot regering samenwerking gaat gewoon voort. En wij zullen, om dat ook even aan te geven, wij zullen in september in de marge van de Verenigde Naties vergadering een ontmoeting hebben met de minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jayashankar, samen met de CARICOM-collega's. Dus dat is ook een stukje samenwerking, ook in het kader van Surinames voorzitterschap van de Caribische gemeenschap.